Wielrenners kasseistenen voelen, dan weet je dat het bij ons echt begint. Het peloton strijkt in Gent neer voor het Vlaamse openingsweekend en de echte fanaten ontwaken uit hun winterslaap. Het zou voor ons Belgen trouwens een fantastisch wielervoorjaar worden. Philippe Gilbert en Greg van Avermaat rijden de stenen uit de grond, Oliver Naassen ontbolstert tot een echte wereldtopper en Tom Boonen begint aan zijn klassieke afscheidstournee. Uiteraard vergeten we het pigment Peter Sagan niet. Sagan, de wereldkampioen die altijd en overal voor spektakel zorgt. Welkom bij deel 1 van het wielerjaaroverzicht 2017 van Omloop tot Roubaix. Een keer dat je in Gent aan het Kuipken toekomt en je komt er met een bus toe en je ziet alle volkstand, dan is dat voor mij echt hier begint het seizoen. Al wat er al gepasseerd is, dat is allemaal goed en wel, maar het maakt niks uit of je er nu al fantastische uitslagen gereden hebt of nog niets gedaan hebt. Het is eigenlijk echt, de omloop is voor mij day zero. Alles wat ervoor gebeurt is eigenlijk een beetje spelen. Voor ons als Bergen, het nieuwsblad is wel de afspraak, ja. Ai, daar gaan ze in het midden van het pakket tegen de grond. Dat is een hele hoop. Ja. En Boonen staat daar denk ik vooraan wat geblokkeerd. Ja, dat was er heel veel malen de koers over. Hè. Ik denk dat we met een man of 40, 50 stonden en lagen. En ik was een van de laatste die zijn fiets kreeg. Dus dan moet je op dat moment zeker richting Taienberg. Dan is het, als je daar één seconde verliest, dan is de koers verloren. Ja, hoe hard vloek je dan? Ja, op dit moment zelf keihard, maar ik ben dan wel realistisch genoeg om te weten, ja, kijk, dat is het leven. Hè. Hier zijn we op de Taienberg. Die stuiven. Ja, die stuiven, ja. En dat is Van Avermaat aan zijn wiel. Oh la 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 la. Ontplooiing van de krachten van Stuiven. Van Marken die mee is. Ro heeft het wat moeilijk. Stuiven is sterk. Van Avermaat is in orde. De Taienberg toch altijd een heel belangrijke helling. Dus, vooral omdat je enkel in het gootje kunt rijden, zeker in het Niesblad. En daardoor wordt het direct een schift ingevoerd. Op de Taienberg was ik goed mee met die mannen, dus dat is al de helft van het werk. En dan kwam Van Nijkenberg en reek zelf op kop. Maar dat was eigenlijk voor... dat was eigenlijk defensief. Dan wist je, als die mannen vol gaan rijden, had ik niet mee kunnen. En als ik in de voelde komen langs rechts, sloot ik hem een beetje in. Als ik in de voelde komen langs links, sloot ik hem ook een beetje in. En dit is Oliver Naassen. Ja, ja. Dat is mee, hè. Was te verwachten. Maar dan demarreerde Sagan mij. Maar graag en Seppe kon ik echt niet mee. Ik zag het van ver. Ik was nog twee of drie groepen achter. En ik wist dat het te laat was. Sagan is hier de grote ondernemer. Ja, die er vol tegenaan gaat met Van Marken en Van Avermaat. Hij vraagt om een overname. Ja. En Van Marken die zegt van, man, ben je jong toch? Ja. Ben je helemaal gek? Ja, dat was bij mij op een bepaald moment ook het geval. Ja. Om de duur rijd je iedereen gewoon kapot. En dan vraag je hem over te pakken, maar af en toe gaat dat ook niet. Hè. Ja, Van Avermaat die gaat overnemen. Die weet dat voilà. Het liefst zo klein mogelijke groep naar boven komen. Hij is toch weer mee, hè? Maar naar gaandeweg de wedstrijd volgde, dan Haaghoek en zo, Leeberg, voelde ik me wel al veel beter. En kost ik ook zelfs iets meer dan een deel van mijn werk doen. En ja, ik denk dat Sagan een beetje de omgekeerde beweging maakt van heel goed naar net iets minder worden. Ja, derde en laatste keer. Haaghoek en wat Sagan daar uit zijn kuiten schudt, is toch wel behoorlijk indrukwekkend. De wereldkampioen op kop, de Haaghoek begonnen. Er vallen jongens uit de groep favorieten met Van Avermaat en Sagan. Van Avermaat, Sagan, Van Marken. De drie groten, de drie peren. Ja, dat is altijd een beetje in het Niesblad zo een gevecht tegen een achterliggend groepje en de kopgroep. Maar meestal kun je dat wel houden tot in Gent. Maar ja, we moeten natuurlijk altijd vol blijven rijden en dat hebben we ook wel gedaan. Terwijl ze hier zicht hebben waar ze rijden, en dat geeft toch altijd een enorme... Ja, een impuls? Moed, zullen we maar zeggen, om niet te stoppen, om door te gaan. Ik weer echt vol een bak. En als je dan... Ik hoorde altijd aan de tussentijden. Als je dan van 20 seconden naar 25 seconden doorgaat, of naar 35 seconden in een periode dat je echt alles gegeven hebt, dat weet je. Ze gaan echt naar elkaar moeten kijken of wij hebben de sleutelnummer in handen. Het podium is gevuld. Alleen de orde moet nog vastgelegd worden.
It was again like last year, you against Greg Van Avermaet. Is he one of the toughest opponents of you? Well, depends. Depends from the period of the year. Depends, from the style of the race. Depends from parcours. Yeah, depends a lot of things. Van Marken niet overnemen. Ja, hij gaat vooral Van Avermaet daarmee op de zenuwen werken. Opgelet als je begint gaan te slepen, dat je daar niet de klos van wordt. Kijk, Van Avermaet die zich nu wat boos maakt. Ja, het was vooral een zaak om vooruit te blijven. Want als je in alle heb je geen prijs. Dus het was voor mij iedereen proberen aanporren. Maar ik had ook wel de gedachte, voor mij was het beste dan met drie kosten sprinten, dat er niet te veel gespeculeerd werd. En moest Sepp ook niet te veel dan de tandelijk spelen. We gaan naar 250 meter. Daar komt Van Marken. Van Marken buitenom. En daar gaat Van Avermaet met zijn jump. Hier aan de binnenkant. En houdt hij ze af. Kan hij ze afhouden? Ja. Sagan zit daar wat ingestoten. Ja. Van Avermaet neemt afstand. Kan Sagan daar nog over? Kan hij? Nee. Het is Van Avermaet voor de dubbel. De Olympische kampioen verslaat de wereldkampioen. En Van Marken is een knappe derde. Wow, dat is belangrijk, ja, sowieso. En een euforisch gevoel om de eerste wedstrijd te winnen. En ook de manier waarop, denk ik, dat enorm veel vertrouwen geeft. Ze komen niet naar veel wedstrijden. En het was wel leuk om Fleur terug op het podium te hebben. Het was ook vorig jaar, het jaar ervoor, haar eerste keer op het podium. En daarmee had ik toch wel een beetje aangepoord om voor een tweede keer te komen. En volgend jaar zal dat niet anders zijn, denk ik. Ik hou niet zoveel rekening met mijn tegenstanders. Ik wil gewoon zelf goed zijn. Maar ja, je kunt er ook niet rond dat Sagan een van de beste wedrenners van de wereld is. En het is wel leuk om hem te kloppen, natuurlijk. Peter Sagan, please be welcome in our studio. They told us you were sick, but you aren't sick, so we are very happy you are here. You were very strong. Oh, but, yeah? But you don't win. But second. Second, but you were very strong. Why you don't attack? Why you didn't attack? Waarom heb je niet aangevallen, vraag? You have to attack. I don't go for you. Yeah, because we said to go for a sprint. Ah. De volgende dag krijgt Peter Sagan een herkansing in Kuurne, Brussel-Kuurne. Natuurlijk wil hij koersen Van Avermaet op dag. Het is overigens ook zo dat nog nooit iemand de dubbel lukte. En de omloop het Niesblad en Kuurne-Brussel-Kuurne winnen in een en dezelfde weekend. Van Avermaet die moet passen, denk ik. Passen? Dat past niet bij Van Avermaet. Ja, pas op. Dat past niet bij Van Avermaet. Ja, dat was redelijk frustrerend, omdat dat ook een beetje achter de motto gebeurde. En het moment dat wij eigenlijk in het verlies worden gereden, want we zijn met 3-4 man denk ik van BMC nog mee. En we hebben niemand mee in de kopgroep, dus dat kan eigenlijk nooit niet gebeuren, maar het is wel gebeurd. Motoren vooraan alsjeblieft, meer afstand nemen alsjeblieft. Maak je dan kwaad in de bus? Ja, sowieso. Hè, omdat de ploegrijding is, dat vooral niet begrijpt waarom je niet mee zit. Maar ik probeer dan ook je deel van het verhaal te doen. En op het moment ze blijven dan attackeren. En op het moment dat het echt de laatste keer gebeurt, zitten ze met de kopgroep echt in de slipstream van de motor te rijden. En dan weten dat eigenlijk niet meer man tegen man is en dat je in het verlies wordt gereden. Sagan met een formidabele aanzet. Hij sprint ze gewoon radicaal uit het wiel. En dan komen ze er niet meer aan te pas. Zeker, hij is zeker. De wereldkampioen gaat hier binnen. Gaat nog eens even doorpersen. En haalt het uiteindelijk voor Jasper Stuyven en Rowe. What's your biggest goal in the classic season this year? We will see. The big goal is stay good. Ja, de vorm was goed, maar ik was ongehokeld op mijn manier van koersen. En ik wist dat ik moest iets veranderen en meer agressief zijn. En dat was een beetje zo'n klik in mijn hoofd. En ik wou dat veranderen voor de komende koers. Ja. Een kleine maand later landt het peloton opnieuw in Vlaanderen. In dwars door Vlaanderen toont Philippe Gilbert dat hij klaar is voor de Vlaamse klassiekers.
Gilbert vooraan op de stenen daar nu. Is dat een versnelling? Jawel, jawel. Met hoe blijven we nog over? Lutsenko. De betere. Lampaard. Daar gaat Gilbert. Ver met de sprong. Durbridge mee. Durbridge mee. Wil van Durbridge af. Dat gaat niet lukken daar. Plooien heel even, maar scheuren kraken niet. Hier is weer de aansluiting. Wat een spektakel. Yves, hier ligt je kans, man. En daar gaat hij zijn kans grijpen. Daar heeft hij op gewacht. Op dat demareerde moest ik echt alles zien tot Adrie Cassé's toen dat het had gevallen was. En ja, een keer dat ik op die brug was, ja, had ik wel het gevoel van ja, zo rap was niet meer terugkomen. Het draait daar in de soep. Gilbert is daar nu perfect. Afstopper moet die rol blijven spelen. En deze man heeft voldoende in de tank om niet stil te vallen. Dit is het geluk van een jongen die heel veel werk opgeknapt heeft. Arbeid, labeur geleverd heeft in dienst van anderen. En nu de koers van zijn leven afrondt met winst. Lampaard wint meer dan oververdiend dwars door Vlaanderen. Hij is de eerste laureaat in een editie in de World Tour. Moest echt, ja, ik kon het maar niet zijn, maar moest eigenlijk skarten voor mee te kunnen. Fantastisch voor u te winnen natuurlijk. Hè. Voor de start van de E3 Harelbeke gaat alle aandacht naar de afscheidnemende Tom Boonen. Vijfvoudig winnaar in Harelbeke. Hij krijgt een origineel cadeau aangeboden. Ja, je hebt een tattoo gekregen. Ik veronderstel dat je die nog niet laten zetten hebt dan. Nee, ik moet die een bon. Ja, dat is eigenlijk waar. Ik heb gewoon betaald voor een keer. Maar al die extra aandacht, het hoeft niet voor Boonen. Geniet je daarvan? Nee, helemaal niet. Nee, ik ben echt, echt tegen al die vieringen voor de start van een wedstrijd. De wedstrijd moet nog gereden worden. En ze willen allemaal gewoon een graantje meepikken. Meer is dat niet. Dat is niet omdat ze mij zo graag zien, dat is omdat ze extra aandacht willen. De mannen van Quickstep zijn zich aan het formeren. Ze zitten daar die met zes. Ze nemen andermaal de bovenhand. Ze willen straks een gooi doen naar wat? Naar een ontsnapping wellicht. Vuurwerk op de Taienberg. Dat is natuurlijk geen rocket science. Hè. De Taienberg, dat weet ondertussen iedereen al wel dat dat een belangrijk punt is. Dus ja, dat is keihard naar een Taienberg toe. En een Taienberg op zich, ja, dat is eigenlijk gewoon bijzaak. Het is gewoon je aanloper naartoe, het gootje en dan boven dan de schade opmeten. En dan Boonema. Alsjeblieft. Boonen zoals hij dat in zijn goede oude tijd deed. Nou, ik mag dat niet zeggen. Bij zijn laatste beurt hier in de E3, tenminste op de taille, dat ziet er goed uit. Het is altijd van je dat de Taienberg zorgt voor scheuren. Dat is Boonen zelf. Dat is inderdaad Boonen. Dat is Boonen zelf. Makkelijk te herkennen aan de witte fiets. En daar is Tom gegaan en... Een paar seconden achter ben ik geweest en ik ben weggereden zo, een beetje op een rare manier zo. Maar ik denk dat op die moment iedereen zat een beetje aan blok. Gilbert die merkt dat de lust niet echt groot is van de ander, dus gaat hij zelf. Opgelet, Gilbert is het type dat met de koers groeit, hè? Ja, toch wel. En al die rijden weg. Hè. En, ik wist dat die mannen in heel goede doen waren, dus ik mocht me zeker niet verrassen. Ik had ook het geluk dat in die vroege vluchter, ze zat een ploegmaat van mij, Goujard dan. Dus ik zei dan ook tegen Greg, we moeten gewoon vol samenrijden met wat een redelijk wat volk mee die niet overnamen. We moeten gewoon vol rijden tot aan dat groepje. En dan gaat hij nog aan mijn ploeg het werk doen. We gaan naar de koplopers toe met deze mannen. Goujard, dat wil ik eens even meemaken. Goujard die longt, die ziet daar naast ze zitten. Dat is een signaal. Ah, dat is mijn kopman. Kort overleg? Jawel, kort overleg. Dus dan kom ik even op de tweede rij gaan zitten om dan op de kwade mond er vol bak tegenaan te gaan. Maar kijk, ja. Daar zitten ze. Ja, ze rekenen hier. Hier leggen ze de koers lam. Dan is dat een andere ploegen, hè. Maar in Harelbeke was dat dit jaar wel heel wel, allee, opmerkelijk aanwezig dat er echt niet gereden werd. Dat is niet dat erop zitten wachten om. Ik zal gewoon dat ze dat hier dicht rijden. Dat is natuurlijk. Je hebt natuurlijk een eigen ambitie ook nog altijd, zeker op die moment. Maar ja, het doelbelang primeert altijd.
Dat is altijd de sterke van Quickstep. We hebben renners overhalen in elke groep vooraan. En dat is altijd de voordeel van een van ons die rijdt vooraan. Hij heeft de help van en de steun van de ploeg. Ja. En hier is Sagan tegen de grond gegaan. Is net dat weer rechtgekreffeld. Daar zien we ook Julien Vermoten met het nummer 15. En hoe is dat dan gebeurd? Daar ergens. Rechts in beeld, daar midden op de rijweg. En renner van Agio Désert kwak met zijn helm tegen de macadam. Oh ja, dat is over en out. Hè. Ja, Van Marken in de problemen op de oude Quaremont. En ook de Vreese moet er nu af. En ook Durbridge moet daar de rol lossen, net als Pustelbergen. En dat maakt 7-4. We hebben er dan ook 3 wielen wie. Wat is die naast zijn hoed? Dat was echt kicken. Dat was fantastisch. Dat was mijn eerste keer dat ik in de klassieker echt de forsing voerde. Dat er goede coureurs moesten lossen. Dus. Van Avermaat met een forse ruk. Dit is een hoog tempo hoor. Dit is gas geven. Van Avermaat en Naarsen, dat zijn goede vrienden. Gaan die niet praten om u te flikken? Met flikken denk ik niet, maar ik denk dat we reden alle drie om te winnen. En natuurlijk, ja, ze trainen samen, dus je kunt ook misschien zo denken. Maar ik denk wel dat zowel Van Avermaat en Naarsen wou winnen. Ja, er wordt zeker gepraat, maar zowel tussen Greg als mij, als Greg, Greg en Phil, als Phil en mij. Ik denk dat we elkaar niet in het verlies gaan rijden, maar we gaan elkaar ook niet echt een grote cadeau zijn. Hè. Drie formidabele renners die ervoor gaan. Mooi. Ook slim. Speuzelen. Ook slim. Nu doen. En dan maar hopen dat het niet te laat is. Voor de start, bij de briefing van de koers, nam ik zelf een beetje het woord in de bus. En ik noemde al die bestjes op en ik zei op het einde, op de tiegem, nou, daar kan er niks meer gebeuren. Als je daar afgereden wordt, dan stopt het beter met koersen. Dus ik kwam aan de voet van tiegem met gedachten, er kan er niks meer gebeuren. En dan word ik eraf gereden. En dan heeft Oliver Naarsen het even moeilijk. Ging op de trappers lopen en gaat nu zitten. Dan moet hij echt diep in zijn karakterarsenaal tasten om dat nog te dichten. Ja, hij heeft dat ook vertellen in het WK. Dat was grappig. Maar ja, eindelijk is hij niet eraf gereden. Hij is wel teruggekomen. Ja, dat was zo'n over mijn lijk moment natuurlijk daar. En Naarsen is terug. En dat lijkt me net op tijd. Renaat. Dat is opnieuw het zijn voor een debarrage van Avermaat nu. Op die manier kun je natuurlijk een vriendschap aan flarden rijden. Oh, dat was een beetje eigenlijk tegen mijn goesting, maar op die moment moet je ook een beetje killer blijven, denk ik. Vriendjes, dat bestaat niet in een finale van zo'n koers. Dus het is ook niet de eerste en de beste koers. Het is echt wel de E3-prijs. Voor mij was nog altijd het beste een sprint, omdat ik mij daar het zekerst in voelde. Dat is geen manoeuvre. De Olympische kampioen en de nieuwkomer. Kijken, die het schijnbaar allemaal goed onder controle heeft. Maar wat blijft er nog over van zijn zelfvertrouwen na het dipje? Hij gaat aanzetten. Hij speelt ridder of mis en het is van ver. De reactie van Van Avermaat is fors. Ook Gilbert wil nog naar het muur van Avermaat. Maar Naase is wel een eind weg. En krijgen ze die nog te pakken? Komt Van Avermaat daar nog over? Gaat Van Avermaat hier als Olympisch kampioen de E3 binnenpakken? Het is inderdaad Van Avermaat die het haalt voor Gilbert en Naase. Ja, op dat moment kan je vorig jaar eigenlijk al niet meer stuk. Ik had 2 mooie overwinningen. En eigenlijk de mooiste moeten nog komen. Van Avermaat op de kassei. Van Avermaat met een versnelling. Stuiven naar het achterwiel. Degenkolb, denk ik. Dat is John Degenkolb al. Ja. Sagan blijft in het zadel. Wil naar Van Avermaat. Dat is flink doorzetten. Dit zijn echt de allergrote kanonnen. Daar gaan Sagan en Van Avermaat. Ja, in die tweede groep zien we Keukeleire zitten. En de aansluiting gaat gemaakt worden met een flinke snok van Naase die dat kaartje gaat dichtrijden. Ja, het is als hij vooraan een klein beetje samendraaien is gedaan, hè, dan komen ze hier achteraan niet meer terug. Zie je, dit is ja,
Keukeler blijft tempo maken. En dan is het Van Avermaat. Van Avermaat die er alleen naartoe rijdt. Ja, die schiet wakker als Van Avermaat aan het werk is. En dan moet Søren Kragh Andersen in de reactie. En die jumpt er in één keer naartoe. En zo gaan we 5 koplopers krijgen. En het blok gaat er hier nu op in de achtervolging. Was Terpstra de goede man om mee te hebben voor jullie? Was de man die mee was. Dus dan stopt het verhaal. Top, top, top. Even goed met Nicky vooruit en dan op die mannen. Als we samen komen, gaan we ook rijden. Hè? Als we samen komen hier, als we samen komen, gaan we ook rijden. Concentratie. Vier man voorop met Nicky bij. Vier man voorop met Nicky bij. Als Terpstra bij mij mee is, dan mag Nicky proberen de wedstrijd te winnen, zo simpel is het. Anders moet er niemand niet meesturen, dan moet allemaal bij elkaar blijven en proberen het gat dicht te rijden. Is hij niet tevreden? Maakt hij wat misbaar omdat Terpstra niet meer overpakt? Terpstra begint inderdaad wat te slepen en dan... Oei. Nicky, meespringen, come on, man. Nicky. Nicky, pas op, hè. Nicky. Ja, dan moet ik hier pakken om op mij te rijden. Ik ga toerijden. Niemand laten wegrijden. Nicky moest helemaal niet meer rijden met die mannen. En eigenlijk was hij gaan op dit moment gewoon de appetantrek in de zaak. Hè. Als hij een klein beetje normaal doet, wat hij, denk ik, in zijn geval, zeker als wereldkampioen, toch kon verwachten, dan rijdt hij gewoon mee door en dan is er geen probleem. Ik weet nog het moment dat ik dan met Jens wegrijd, dat ik het eigenlijk niet wist. En dat Jens mij voorbij rijdt en dat ik zo een paar seconden wacht. En dat ik eigenlijk door heb van oei, hier is hier niemand meer. En vanaf die moment heb ik zeker alles gegeven voor, om met Jens voor te blijven. En daar beginnen ze nu weer wat uit de linkerballen, met het hoofd te knikken. There was a discussion with Terpstra. Do you remember anything about it? What happened? No, I don't discuss. Like, what do you mean? Well, he didn't want it to take over and you left the gap. Okay, yeah, he just did a lot of interview about that time. I don't want to think about it. So the past is the past. Yeah. En Van Avermaat naar geven met Keukeler. Ja, dat was echt vol een bak rijden. Ik denk niet dat ik nog veel rapper kost als gewoon. U plat leggen en vol een bak tegen de wind rijden. En dan zie je altijd die bordjesman komen, 10 seconden, 12 seconden, 15 seconden, 12 seconden, 10 seconden. En ja, dat was eigenlijk gans de tijd tot aan de laatste 3-4 kilometer dat we eigenlijk nooit zeker waren van voor te blijven. Kom op, Nicky, er naartoe, man. Ja, niet wel. Godverdomme. Je moet toch niemand laten wegrijden, zeker? Kom op. Je moet er niemand laten wegrijden. Nu wel. Oh. Dat is jouw fout of wat? Ja, maar dat is fout doorgegeven op de ploegauto. En dan hebben ze wel fout gedaan. Omdat je moet nooit niet tegen de renner zeggen van nummer te rijden als je met 4 man voorop bent. Je kunt zeggen slip te bikken en doe de beurtjes qua en link er een klein beetje. Maar als je met 4 man voorop bent en je rijdt af en toe een klein beetje meer rond, dan blijft je schoen er wat in. En dan raakt ook zelf verder in die finale. Wie wint? Geen twijfel, Kim. Ja. Wie wint de klassieke, de Olympische kampioen of die flitsende bruggeling? Van Avermaat gaat nu de sprint aantrekken. Heeft die Keukeler weten te verrassen? Houdt die Keukeler af? Kan Keukeler nog aan dat bracket? Keukeler komt nu. Keukeler komt nu. Van Avermaat houdt hem af. Van Avermaat houdt hem af. Van Avermaat wint geen twijfel voor Keukeler. Van Avermaat is de opvolger van Jan Raas. Ik kan het zelf niet geloven, eerlijk gezegd. Ik heb zo veel moeten proberen in die wedstrijd en nooit lukt dat. En nu... Allee, ik ga niet zeggen dat het vanzelf gaat, maar het gaat lijken net iets gemakkelijker dan anders. En ja, het zit allemaal mee. Ja. Terwijl zowat alle favorieten voor de Ronde van Vlaanderen de driedaagse de pannenkoekzijde links laten liggen, komt Philippe Gilbert er wel aan de start. En met ambitie. In de eerste rit grijpt hij meteen de macht op indrukwekkende manier. Hier is het dat het dan gebeurt. Ja, dit is een kantelpunt geweest in de geschiedenis van de Ronde. Hier is het al vaker geschied. En daar neemt Gilbert nu even de maat. Heeft dat nu in de mond. Gilbert is alleen.
riep Gilbert na een fantastisch nummer. Gilbert houdt de twee volgende dagen makkelijk stand en wint de driedaagse de Pannenkoekzijde. Hij is helemaal klaar voor de Ronde van Vlaanderen. Zeker ook omdat het de eerste keer Antwerpen was en dan met dat afscheid erbij en al die mensen die dat toch heel uitzinnig uit de bal gingen. Dat was wel iets dat ik me eigen zal blijven herinneren voor de rest van mijn leven, denk ik. Ja. De 101e ronde van Vlaanderen start voor het eerst in Antwerpen. Tom Boonen wil nog een laatste keer uitblinken in de wedstrijd die hij al 3 keer won. Samen met zijn ploegmaats van Quickstep Floors beraamt hij een plannetje om de concurrentie te verrassen. Een vroege aanval op de muur. We hadden de verkenning gedaan en ik had tegen die man dan gezegd, want Phil was daar niet bij. Ik zeg, jongens, als we durven koersen hier, dan kunnen we echt iets doen. Hè. Maar iedereen had zoiets als nog ver en oh, en wind op kop. En... Maar het is gewoon, die chaos voor de muur, dat bepaalt al heel veel. Dan de muur zelf is al niet echt een doetje om op te rijden. En dan daarna ook zo nog eens een paar van die stukken waar je echt die snelheid er kunt inbrengen. En als er dan achteraan even getwijfeld wordt, er is iemand niet mee en er wordt wel gewacht op iemand of zo, dat vallen echt wel direct grote gaten. Move to the front. This is Tour of Flanders, hè. No joker, guys. Come on, move up. Bonen die ook goed meedraait met Gilbert. Dus kijk, het is van gedachten wisselen. Wat zijn ze zinnen om te doen? Je start met de sterkste ploeg. En als je wacht, ik vind dat het zo dom zijn van ons. Hè. Dat was eigenlijk wel. Nog eens leuk om echt wel eens iets te doen wat niemand niet verwacht had. En dat is uiteindelijk koers. Hè. Als iedere wedstrijd, dat Ronde van Vlaanderen, alle jaren hetzelfde verloopt. Niet plezant, hè. Voor niemand niet. Hè. Maar als je nog eens iets anders kunt doen, zo, dan is dat wel plezant. Ja. En het is durven gewoon vaak. Met heel veel volk vooraan, ook Stiba zien we vooraan. Ook Christophe zit vooraan. Geen Van Avermaat, geen wereldkampioen. Nee, waar zit hij in godsnaam? Van Avermaat heeft een probleem. Hij zit ergens ver achterop. Dat moet ze gezien hebben. Daar zat hij. Ik zat echt super ver. Ik zat in de vierde groep, denk ik. En ja, ik was wel nog niet aan het panikeren, maar ik besefte wel dat ik een fout gemaakt had. Maar ik had eigenlijk vooraf tegen de ploeg gezegd, wow, de muur, ze ligt zo ver, er kan niks gebeuren. We draaien daar dan ook op de 150ste en dan komt de boven in groep 3. Dus ik had wel paniek, maar ik dacht niet dat de koers al gedaan was op dat moment. Wat ik dan deed was rondkijken en ik zag ze gaan. Dat was een hele geruststelling. Were you surprised that Philippe Gilbert went so early? Well, I was not surprised because it was kind of a style of the race like that. And we saw that he wants to go from far away from the finish. Gilbert die wil waarom? Die zit dit wel zitten. En Rome? Oh. Dat is toch al meer dan een eerste prik. Ja, en dat zijn ook allemaal stuk voor stuk grote namen. Daar zitten veel mannen bij die er al meegedaan hebben voor een ereplaats in de Ronde van Vlaanderen en voor winst. Er waren 12 of 13 mannen, 3 van Quickstep en ik denk 2 in de tweede groep, Stibar en Terpstra. Dus ze hebben direct gezegd in de radio, wij blokkeert achter jullie. Dus wij wisten dat ze waren aan werken achter ons. We moesten echt die voorsprong behouden tot dan we kwamen, want dat was het sleutelmoment van de wedstrijd. Dus ik heb dan de vergas opengedraaid en ben ik op de kwamen, maar de bedoeling was niet van Philippe om aan weg te rijden. Gilbert opent nu de aanval. Maakt het tempo. Oh, Gilbert alleen. Van Marken kan niet mee. Van Marken kan niet mee. Trentin gaat dat wel proberen. Maar dat was zo 10, 15 meter en ja. Dingen zitten nog zet voor mij. Ik denk, dat was niet aan mij. En dat was 50 meter en toen was het helemaal niet meer aan mij. En dat was wel het moment dat ik achteraf spijt van had dat ik niet gewoon meegegaan ben. Dan hadden we misschien met tweeën een mooi nummertje van kunnen maken. De Gibbe is alleen. Dit is wel de Ronde van Vlaanderen, Philippe Gilbert. Maar ik durf anderzijds ook niet zeggen bij Gilbert dat het van te ver is. Hij wil niet wachten. Hij wil niet wachten. En dan ja, dat was nog lang. Maar
en moeilijk, maar ja. Wij moesten beginnen afstoppen. En ja, dan is uw rol even belangrijk als je wat veel die probeert zijn krachten zo breed mogelijk te spreiden om aan die finish te geraken. En wij leggen de boel lam erachter. Hè. En een probleem voor Tom Boonen. Op de Taaienberg staat hij met een kettingprobleem. De ketting van zijn voorplateau eraf. Problemen op zijn berg. Ja, ketting tussen de plateaus. Ja, dat was echt het dieptepunt van het voorjaar bij mij. En dan heb je eens nog een behoorlijk goed stel benen om een ereplaats uit de brand te slepen. En dan vlammen de seconde weg met een rood vaart. En op het moment dat eigenlijk de koers ging ontploffen achteraan, op een Taaienberg, trek ik mijn ketting tussen mijn twee plateaus en pak een reservefiets. Toen was ik goed al gereden, maar pak mijn reservefiets vertrek. Het gebeurt zelfs nog eens. Dus dat was echt een fiasco. En dat was blijkbaar als Shimano had foute plateaus geleverd of zoiets. Hebben we achteraf te weten gekomen. En die waren niet compatibel met die grote ring. En dat heeft ja, 10 keer goed gegaan, de laatste keer niet. Hè. En dan die nieuwe fiets ging het direct mis. Dus koers om rap te vergeten voor mij. De koers voor mij die begon op een Taaienberg. Dat was voor de Aquarmont. En daar reden we dan naar boven. Sagan, Greg en ik. Sagan wil de bakens verzetten. Het is Naassen die met Sagan mee op pad wil. Van Avermaet komt nu door de rest of over de rest heen. Maar moet daar echt diep gaan. Moet daar echt diep gaan. Even het hoofd buigen, maar kan dat natuurlijk als geen ander. Dan is het nou op een man of 4 komen aansluiten. Dus wij draaien met ons 3 rond daarachter. Tot aan de Aquarmont. En ik had echt in mijn achterhoofd van daar gaan wij met ons 3 wegrijden. En daar gaan we nog naartoe. Je zag dat ook aan de voorkant, die ging heel snel naar beneden. Voor mij dat was geen twijfel in mijn hoofd. Ik wou gewoon winnen en blijven gaan. En ik zeg oké, vandaag is de dag om echt kapot te gaan en alles geven. Ja. Hier, Phil. 1-5. Dat moet kunnen, hè, maat. Ik pak wat zelfs. Heel belangrijk hier. 53 seconden. Wat een kabinetstukje. En dan ben ik ook mijzelf ingeprint. Ja, Carmo en Paterberg, daar moet het gebeuren. Daar moeten we met de goede mannen proberen wegrijden. Nu wel die versnelling. Ja. Dan zit hij van Avermaet op een lengte of 2. Dan moet de Taaienberg die lengte weer dichten. En dan moet je nu gaan groter schakelen. Gaat Van Avermaet overnemen of gaat hij alles aan de Sagan overlaten? Ai, 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 en dan gaan dat ze allemaal. Zo, oei, oei, dan gaan ze op elkaar liggen. Oh, caduto. Cazzo, caduto. Peter. No! Dio porco, Dio! In één keer liggen tegen de grond en... Oei, wat is er gebeurd? Geen idee. I don't know. Hij crashed. Ja, het was niet meer mogelijk om de kloof te verbruggen. Dat is echt een wereld die instort. Ik ben er nooit van iets van iets zo banaal als een koers zo kapot geweest als achter die val. Dus, voilà. Ja, de sfeer was zot. Ja, dat was uniek. Ja. Je kreeg alle sfeer alleen voor je eigen, maar je bent alleen. Soms was het super intens. En dan bijvoorbeeld, je komt boven de Paterberg, je draait links en daar was niemand. Dus dat is weer stil. En je hoort weer je hart en je adem en zo. Dus ja, het is heel speciaal. Allez, Phil, allez, champion! Ja, je bent alleen daar. Hè. Het is heel speciaal. Het is rechtdoor. Je ziet de kerk daar op het eind en de lijn ervoor. En ja, je ziet iedereen blij en mijn eigen ook super blij. Veel emotie. Ja, dat was een van de mooiste momenten van mijn carrière. Ja. Omdat ik heb echt kunnen genieten van die momenten. Ja.
Alles krijgt een kapot. Het is echt een droom geweest voor mij van mijn eerste jaren prof. Dat was echt een doel, alle monumenten winnen. En nu heb ik toch 3 van de 5. Phil is misschien zo wel in Vlaanderen dan de harde buitenstaander wat. Maar dat is eigenlijk een keigoede gast. En, als je dat iemand gunt, dan is dat hem wel. Het is echt een keiharde knokker die echt het maximaal uit zijn carrière gehaald heeft. En die Ronde van Vlaanderen, dat hoort gewoon bij hem. Bij de vrouwen wordt veel verwacht van Jolien Dooren. Na het succes op de Spelen in Rio besloot ze de piste even links te laten liggen om zich voluit te concentreren op het Vlaamse voorjaar op de weg. Het is gewoon afwachten wat dat nu gaat geven. Het is de eerste keer dat ik zoiets heb gedaan. Ik heb me vol voorbereid nu op de weg. En hopelijk gaat dat zijn vruchten afwerpen. Het zou toch moeten? Er wordt wat gekeken en dan is dat een ideaal moment voor Lucinda Brandt om er vandoor te gaan. En zij wint dus de omloop het Nieuwsblad na een hele mooie solo in het slot van deze wedstrijd. Het was een eerlijke koers en ik zat gewoon op mijn plaats, denk ik. En we proberen het spel te spelen en het is net niet gelukt. Maar goed, ik denk wel dat we getoond hebben dat we er klaar voor zijn. Het kan alleen maar beter gaan de komende wedstrijden. Jolien Dooren strandt op de 7e plaats in de omloop het Nieuwsblad. Een maand later volgt een nieuwe kans in een wedstrijd die haar goed zou moeten liggen. Gent-Wevelgem. Maar ik zat volledig aan de linkerkant en ik zat voortdurend te flirten met de balustraden. En het was soms heel gevaarlijk en heel nipt bij momenten. En we zaten met mijn 4 of 5 op één lijn en ik heb me gewoon nog naar de meet gesmeten eigenlijk, maar ja, het heeft niet mogen zijn. Een ontgoochelde Dooren grijpt centimeters naast de zege. Die is voor de Finse Lotta Lipistö. De Amerikaanse Corin Rivera mag als derde mee op het podium. In de Ronde van Vlaanderen heeft Jolien Dooren een complete off-day. Ze heeft last van de maag en komt nooit in het stuk voor. Ik vrees dat dit geen goed teken is, want we zien dat Jolien achter bidons is geweest, dus zij al gesikt heeft in een rol van waterdrager. En als je uitgesproken kopvrouw bent, dan doe je geen meter te veel. Nee. Ik voelde direct van dat ik geen power had en gewoon een slechte dag. En ik heb dat gewoon een knop omgedraaid en voor de ploeg gewerkt. En zeker omdat Elisa echt super was, dus dan moet je niet twijfelen, dan moet je gewoon voor Elisa rijden. De 21-jarige Lotte Kopecky doet wel met de beste mee. Ze rijdt de hele dag voorin en maakt deel uit van de kopgroep die sprint voor de overwinning. Kopecky rechts in beeld, Rivera centraal in beeld. Ja. Ticini in het wiel van Rivera tegen links Blaak. Maar Lotte komt heel dicht. Lotte komt, maar het is toch Blaak. Het is Chantal Blaak. Blaak of Rivera? Rivera of ik denk. Hier nog links in beeld, links is het hier. Oeh, la 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 la, dat is. Rivera. Fotofinish. Oh, echt, wow, fuck. Ik denk dat niet zo heel veel scheelt, maar. Ik denk dat het wel maximaal haalbare was vandaag. Al ja, ik weet niet. Ondertussen gaat de afscheidstournee van Tom Boonen verder. De start van de Scheldeprijs ligt speciaal voor hem in zijn mol. Het is zijn laatste wedstrijd op Belgische bodem. Dan is dat wel heel speciaal dat je dan dinsdagavond eigenlijk op hotel moet gaan slapen in je molcentrum op 2 kilometer van je huis. Dames en heren, hier is Tom Boonen! Ja, dat was wel leuk. Maar ja, hoeveel kansen krijg je als profwielrenner om in je eigen dorp te starten en toch een van de grootste wedstrijden van het voorjaar of toch een van de oudste wedstrijden van het voorjaar? Dat is wel echt wel heel indrukwekkend. Ik vind het echt fantastisch van hem dat hij ook zegt oké. Misschien ben ik Tom Boon, maar ik ben ook jouw ploeggenoot.
de normaalste zaak van de wereld gevonden. Als iemand anders probeert de wedstrijd te winnen in de ploeg, dan helpt hij er goed mogelijk. Dan komt Roelands schijnbaar op zijn makkie binnendoor. Gaat hij een plaats winnen en dan is daar Kittel al los. Viviani plakt aan zijn wiel. Hij gaat nu zijn sprint helemaal op gang trekken. Is daar nu volop mee bezig. En komt daar dan nog iemand over? Buani bijvoorbeeld. Komt het nog? Nee, het is Kittel. Kittel is met zijn vijfde helemaal klaar. Zo simpel. Op 9 april trekt Tom Boonen voor het laatst zijn wedstrijdshirt aan. De populairste Belgische renner van het laatste decennium zet vandaag een punt achter zijn carrière. Hij wil eindigen in schoonheid met een knalprestatie in zijn favoriete wedstrijd, Parijs-Roubaix. Die morgen van Parijs-Roubaix, dat is niet de meest normale morgen van je leven. Hè. Je weet dat je een periode afstaat van bijna 17 jaar. Dus dat was wel iets dat bijblijft, ja. Als Morris moet zeggen, dat viel eigenlijk best wel mee. Ik had er eigenlijk wel vertrouwen in. En je start dan sowieso in je favoriete koers. Dus je hebt alle reden eigenlijk om blij te zijn dat je er aan de start staat. Ik zag juist tegen mijn ploegmaat, als je mij hier nog een strookje van 5 kunt houden, het zou een droom zijn. Juste sur le secteur 28, juste sur le secteur 28. En dan breekt Napolitano voor me zijn stuur. Onmiddellijk vlieg ik erover en dat is gewoon iets waar echt niks aan gedaan kan worden. Er was zoveel stof dat ik zelf de kassei niet zag. Dat is met alle risico van in. Dat is van put naar put, dat is door het gras. Dat is, zo rap mogelijk moest ik terug naar voren. Ja, dan terrein natuurlijk constant lekken. Dat was eigenlijk mijn beste week van het jaar. Van de Ronde van Vlaanderen tot en met Roubaix. Maar dat was ook mijn slechtste week van het jaar. Qua tegenslag en... Wat doemscenario's die eigenlijk niet mij eigenlijk overkwamen. Dus, dat is gewoon absurd als ik daar nu aan denk wat er die dag allemaal gebeurde. Dat was echt de wet van Murphy. Ze liggen er al. En hier is Stendert staat er weer bij. En Van Avermaat. Van Avermaat. En die raakt nu in paniek. Want dat is voor het bos van Arenberg. Ja, ik zat al een tijdje te sukkelen met mijn versnellingen. En de bocht daarvoor rijdt er iemand in mijn versnelling. En denkt dat alles nog in orde is. Maar je zit dan aan het schakelen en aan het opschakelen. En een keer draait je versnellingen in mijn achterwiel. En dan weet je dat je moet wisselen van fiets. Fiets nodig. Fiets nodig voor Greg van Avermaat. Maar wanneer raak je daarbij? Dat ik toch een minuut of een half achter zat en je weet dat de koers van voor niet stil ligt. Dat zeg je nu, denk ik. Als je dat moet dichtrijden op die moment, gaat de energietank direct leeg, denk ik. En is het heel moeilijk om er nog van te herstellen, maar ik heb dat heel rustig proberen doen en zo weinig mogelijk energie proberen te verspelen. Hij hangt nu tussen de auto's, had nog wat problemen om in zijn klikpedaal te geraken en moet zich nu een weg banen door het stof. Ogen toe. Wij houden nu wakker. We zijn eraan begonnen. Daar de groep van Avermaat. Dat valt goed mee. Beetje bij beetje komt Van Avermaat weer nader. Allee, Van Avermaat is terug. Bonen met Stenhout. Bonen weer op kop. Ja, moet het zelf oplossen. Als je op kop kunt rijden in Parijs-Roubaix, zeker als er dat volk is en de wind staat niet volledig pal op de kop, dan heb je dan nooit echt... Allee, je gaat er niet slechter van worden. Andermaal Boonen op de rug van de kassei, maakt alweer indruk. Andermaal Boonen. Is hij ze progressief aan het fijnmalen? Er zat zo niet één keer de moment dat je dacht van, paf, die groep split die in 100 stukken op elkaar. Dat kun je enkel aan één krijgen als zo'n stuk echt zijwend van achter is. Dat kun je echt stukken maken op de kasseien. En dat was gewoon niet. En ik had al vrij snel door dat het met een dag niet ging zijn. Sagan. Voilà. Sagan. Alle hens aan dek. Andermaal. Daar gaat Peter Sagan. Boonen zit daar inderdaad wat verder.
Van Avermaat zit daar wat opgesloten achter die mannen van Cannondale. Ik heb de indruk dat hij daar wel weg wil. Het is goed, de schifting is gemaakt. Nog 40 kilometer. 15 renders nog in koers. Ik heb misschien 50 keer geprobeerd tussen de stroken meegaan en dat was altijd hetzelfde verhaal. Degenkolp of andere mannen op het wiel, maar echt op het wiel en gedaan. Op het wiel en gedaan, op het wiel en gedaan. Dat is nu dat ik zoiets van, ja, dat ga je gewoon niet lukken. Hè. Oftewel kan ik ze eraf rijden, wat ik niet kon die een dag. Oftewel proberen iets anders. Hè. En dan heb ik een keer tegen Stiebe gezegd, doe wat je wilt, maar maak dat je weg ze. Een reactie hier van Stibar. Van Avermaat twijfelt wat. Sagan onderweg naar Stibar. En nu jongens? En nu? En in die moment was het heel moeilijk om soms de juiste keuzes te maken. En ook niet te veel energie te verspillen. Een interessant groepje nu. Een drietal. Stibar, Roelands en Langeveld. Sagan staat op het punt om aan te sluiten. En Sagan is hier weg. Waar is Sagan? Daar staat hij, met pech. Het is niet te geloven. Als hij zijn kont ligt, rijdt hij plat. Karma. Hij did something bad, I don't know. Oh, well, it was a lot of bad luck for me, for all the team. So, yeah. The crash, punctures. That's cycling. Yeah, yeah, that's sport. Van Avermaat mee. En Stuyven. En Stuyven. En Moscon. En Moscon. We gaan komen aansluiten bij Roelands, bij Langeveld en bij Stibar. Interessante ontwikkeling alweer. Dat is een gedroomde situatie. Hè. Toch met vijf sterke mannen, vijf mannen die ik in de sprint ook aan kan. Dat is ook wel mijn grote voordeel, denk ik. Dat ik ook niet bang moet zijn om met een groepje weg te rijden. En ik moet er ook niet direct van verlost geraken. Kijk, hier is er helemaal geen schwung meer. Hè. Bert de Bakker, Bonen kijkt achterom. Het zijn anderen die het moeten gaan doen. Degenkolp is natuurlijk ook in een geslagen positie. Toen lag de koers op slot. Hè. Die mannen waren dan vooruit en dan moeten we proberen om daar het beste uit te halen en die mannen zoveel mogelijk onder druk te zetten achteraan, dat ze het werk voor u opknappen. Maar dat werkte nog niet. We gaan eraan beginnen. En nu alle registers open, Greg? Ik heb ook als jonge gast voor tv gekeken waar ik koude rillingen kreeg als ik Tom Boom of zo zag wegrijden op de Kasseistrook of Johan Museeuw. En als je dan op die moment datzelfde kunt doen, dat is kicken. Hè. Van Avermaat, berensterk, kracht op die poten. Stibar is mee, Langeveld is mee. Roelands overboord. Stibar laverend van wiel naar wiel. Maar dat is het ploegenspel. Ja, Stibar heeft dan al zijn tijd niet meegereden met ons. Tot op de meet. Dus dat was wel een beetje frustrerend, omdat ik met Langeveld altijd maar bleef rondrijden om toch wel de anderen op genoeg afstand te zetten. Nee, hij gaat aanvallen. Van Avermaat onmiddellijk in de reactie. Wat zit daar nog op? Van Avermaat gaat daar naartoe. Met veel zwier, met veel kracht. Autoritair. En als hij nu doorgaat, met, van Langeveld? Zijn ze van Langeveld af. Maar hij gaat niet door met Stibar. Stibar heeft daarvoor te veel gesleept. Ja, dat was voor de dood dat ik die had laten rijden. Ik heb wel zo'n beetje het karakter als ze tegen mij rijden of een beetje willen flikken. Dan, ik heb heel veel respect voor Stibar en zeker niet persoonlijk, maar op die moment had ik mogen doodvallen en ik had er nog naartoe gereden. Greg van Avermaat voor een eerste kassei in Roubaix. Of wordt het toch Stibar of Langeveld? Daar komt zo meteen in dat volgende bochtje de piste. Achtervolgers komen binnen. Stuyven en Moscon komen terug. Die gaan onderdoor duiken. Inderdaad, zeer, zeer snel. Die komen nu inderdaad in beeld. Ze komen plots, net als vorig jaar, met z'n vijven. En dan gaat Moscon inderdaad duiken. En dan mag je je niet laten ingeloren. Moscon gaat daar de bocht in. Zit vast. En Van Avermaat heeft zich laten insluiten. En Stibar is de pijp uit. En komt Van Avermaat nog terug? Komt Van Avermaat nog over Stibar? Komt Van Avermaat daar nog over? Van Avermaat, het moet. Dus Van Avermaat! Van Avermaat! Delirium! 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 Ja,
Ik ben iemand die mijn emoties wel een beetje probeert te verbergen, maar op die moment ja, moet je gewoon je emoties de loop laten, denk ik. En dat was op die moment niet anders, denk ik. Ik zie hem daar blinken, de kassei. Er is nog plaats voor nog andere kassei. Ja, er is nog plaats, ja, maar ik ben heel blij met die ene. En, ja, er zijn nog veel wedstrijden mogen bijkomen, liefst Ronde van Vlaanderen natuurlijk. Maar ik ben heel blij dat ik misschien wel de wedstrijd die ik het minst had verwacht, daar is erbij op mijn palmarès heb kunnen schrijven. Ik ben naar de bus gereden, dat was niet dat ik tranen in mijn ogen had of zo. Dat was gewoon oké. Okay, ja. Het besef van alles wat er geweest was, de laatste jaren, de laatste weken, dat was echt niet. Het is gedaan, en nu zijn we eraf. Ik ben me echt wel verschoten. Ik had de laatste maanden van mijn carrière echt zo schrik dat ik te veel tijd ging hebben en mijn eigen vervelen. En ook omdat je een heel actief leven hebt, het gaat altijd. Maar eigenlijk viel dat super goed mee. Ik heb me eigenlijk niet verveeld. Ik heb het heel druk gehad al tot nu toe. En ik heb me eigenlijk al keigoed geamuseerd. Wielrennen is een heel mooie sport, maar het is niet de enigste in de wereld. Hè. Kijk. Wow. Je komt van de euforie, nog 50 per uur trappen en 3 uur later je zit in het ziekenhuis op je bed. Het is laatst! Echt een uitbarsting van geluk en al wat er gebeurt. De sprintkoning, ja. Dank je wel! Je valt met een zware bal. I'm afraid it was not my fault. Nee, het was niet goed, hè. Dat was het eerste. Stak aan voor 3!